De studio, de voormalige studio Herman Teirlinck, opent haar deuren voor een nieuw publiek. En dit voor maar liefst de komende 40 jaar. Heel Antwerpen zakte af naar de studio voor een knal van een opening. Maar wat kan het jong geweld verwachten van deze nieuwe cultuurtempel? Een podium voor veel verschillende meningen, voor goede artiesten, voor jong geweld dat we heel streng maar liefdevol gaan begeleiden. Het is ook een podium voor kinderen en jongeren om te komen kijken. Om artiesten die voor hun voorstellingen maken, dans, concerten, om die te komen ontdekken. Because while we all explore apart, we do not explore alone. Our art connects us. It spreads like a wildfire. Red and blue flames filled with images and voices. And like that fire, art needs space to breathe. Hoe is het proces en het idee tot stand gekomen om de vroegere studio Herman Teirlinck aan de jongeren over te hevelen? Een van de principes die wij als provincie gesteld hebben bij het cultuurbeleid is dat we aan cultuureducatie willen doen. En dat wil zeggen dat we jongeren van een zo jong mogelijke leeftijd eigenlijk in contact willen brengen met cultuur. En Villanella die diende zich aan op een gegeven moment als groep die ervaring had van met jongeren te werken. Als jongeren, hoe kijken jullie nu naar het openen van iets als de studio in Antwerpen? Wat betekent dat voor jullie? In eerste instantie is dat zo een groot officieel gebeuren nu. En gewoon het feit dat zo'n gigantisch instituut nu echt in teken staat van de jongeren, geeft wel vertrouwen of zoiets. Dat wil wel zeggen dat ze, ja, dat ze echt willen investeren daarin. Er waren geen sleezers. Ze waren heel veel uitgevoerd. Ze konden niet meer stoppen. Als ze 1 liter dronk, moest dat moeder er 2 drinken. Ze bleven drinken. Wel 3 dagen en nachten lang. Toen zijn ze uit elkaar gespat. Wel, we beginnen echt nogal fors. Volgende week, als je door dit prachtige pand waalt, dan worden hier 4, 5 muziekkamers geïnstalleerd en dan heb je dus het muzieklabyrint. Dan hebben we Othello voor jongeren, Macbeth, veel bloed van Shakespeare. En dan gaat het de hele winter lang door. Er zijn ook nog feesten bij die wel top of the bill gaan zijn, weet ik zo. Als je denkt aan zo'n huis met zo'n lange geschiedenis en zoveel mogelijkheden, dan weten we dat er hier echt nog geweldige dingen gaan gebeuren. Het nieuwe seizoen ziet er alvast heel indrukwekkend uit. Ben je op zoek naar een stevige brok cultuur, dan ben je in de studio alvast op de juiste plaats. Alle info vind je op www.destudio.com.